Lieve mensen, goeiedag. Ik ben hier in het Noord-Brabants Museum, want ze gaan de vaste collectie hedendaags volledig vernieuwen. Dus ik dacht, dat is mooi. Ik ga een preview geven, toch? Ik heb een afspraakje met Hans. Hans! Ja, Lucas? Oh man, jongen. Welkom. Ik heb u lopen zoeken. Nou, welkom in Transito. Dus eigenlijk de plek waar de werken voorbereid worden om straks op zaal te tonen. Want heel eventjes voor de kijkers, dit is dus Hans November, conservator hier. Maar waar ik mij toch voornamelijk mee bezig hou is hedendaagse kunst. Voor de collectie Brabantse kunstenaars, dus voornamelijk levende kunstenaars. Dus jij bent die van de weinigen die echt de levende Brabantse kunstenaars ontmoet, zeg maar. Ja, gelukkig. Want de rest is bezig met dode kunstenaars en jij mag echt nog de kunstenaar zelf spreken. Ja. Ja, daar ben ik heel blij mee en dat vind ik ook fijnst om te doen. Ja, is hier zoveel talent in Brabant? Is het een goede voedingsbodem voor toptalent? Ja, vind ik wel. En veel van die kunstenaars blijven ook echt wel hier wonen. Het museum verzamelt de kunstenaars sinds de jaren 80 eigenlijk in de breedte. Dat wil zeggen dat we de kunstenaars ook volgen gedurende hun hele loopbaan. Dus dat we werk hebben van de beginperiode, maar net zo goed van de eindperiode. Maar we willen wat spelen met de werken die vaak in het depot verdwijnen en niet zo heel vaak te zien zijn voor de bezoekers. Dus we willen een nieuwe, frisse ruimte creëren binnen het museum en die tentoonstelling en die opstelling van die werken iets vaker laten wisselen. En ik heb de kijkers beloofd dat wij dus een soort preview krijgen, een paar werken waar je van denkt, dit moeten ze zeker zien, die misschien al een tijd niet meer te zien waren. Dit is werk van René Daniels. René Daniels is een van de kunstenaars die eigenlijk het meest internationaal bekend zijn van de Brabantse kunstenaars. Is bijna een mythologische figuur, wat hij over zichzelf zegt als of zij, helaas omdat hij in 87 een hersenbloeding gekregen heeft. En de wat ruige, onstuimige punkrocker die hij was in de jaren 80 in Eindhoven, heeft helaas dat hartinfarct een beetje getemd. Snap ik. Maar dat maakt zijn werk niet minder boeiend. En we hebben eigenlijk heel lang geen werk van René Daniels in de collectie gehad. Dus sinds 2 jaar hebben we eigenlijk deze 2 werken kunnen toevoegen. La Muse Venale, een meer atypisch werk van René Daniels. En de Memoires van een Vergetel, waar eigenlijk meer de traditionele en typische kenmerken van René Daniels in te vinden zijn. Namelijk de ruimte, wat ook wel een vlinderdas is, een strikje. Wat ook een soort van kritiek is op tentoonstellingsruimtes, op curatoren. Jij hebt een werk gekocht van hem dat de kritiek is op jou. Ja, precies. Kijk, dat is nu een keer getonen van echte ballen hebben, zoals wij dat noemen. Zie. Voilà. Heel goed. Want hij is bekend ook om zijn lichtvlakken, hè? Klopt. Het is een soort van doorkijk. Van de andere kant, je ziet ook niks. Er zit niks achter. Dus het is een soort van open raam voor je verbeelding. Vandaar ook dat hij zichzelf als een dichter beschouwt. Hij werkt ook in totale surrealistische traditie. Wat misschien voor ons heel leuk is als Vlamingen. Het is sowieso heel leuk dat wij Vlamingen de kracht van de Brabantse kunst gaan bespreken. Ja. Mooi. We gaan door naar het volgende werk. Het volgende werk is eigenlijk een heel mooi, groot, wild werk van Pieter Stoop. Ik zelf kende hem niet voor ik hier 5 jaar geleden ben gestart. En ik vond het echt een ontdekking, omdat hij is een kunstenaar die in de jaren 80, dus dat is vol het moment dat de Neue Wilde in Duitsland volop opkwamen, heel erg actief waren, groot succes hadden. Hij had ook enorm succes, tentoonstelling in het Stedelijk, bij ons in het Noord-Brabants, in het Van Abbe Museum. Als ik met andere kunstenaars over hem praat, dan hebben ze allemaal verhalen van ja, Pieter Stoop, dat was een rokende, drinkende, vloekende schilder. Echt, alles rook naar de olieverf en hij was heel mannelijk en heel fysiek met die kunstwerken bezig. Maar die man is op de een of andere manier helemaal verdwenen. Niemand weet eigenlijk nog waar hij nu is of waar hij nu mee bezig is. En leeft hij nog? Ik ga ervan uit dat hij nog leeft. Bij Pieter Stoop? Als je dit ziet, alsjeblieft, laat weten, want Hans zoekt u, dan kan hij een tentoonstelling maken met u erbij, toch? Graag, ja, absoluut. We weten niet, maar Pieter Stoop is de man van de wildheid. Ja. Maar als hij zo wild is, misschien is hij er niet meer. Ja, zou goed kunnen. Ik hoop dat hij kijkt. Pieter, bel ons alsjeblieft, of gewoon kom een keer langs. Hè. Zeg, en we hebben dan eigenlijk de heftigheid van Stoop en dan bijna de soort puurheid, de technologische mathematischheid van dit. Dan komen we eigenlijk bij werk uit van Thomas Trum, hij is begin 30. Ja, wat aan Thomas Trum fantastisch is, hij komt uit de designopleiding. Hij werkt eigenlijk heel grafisch, maar ook op groot formaat. Hij heeft echt de ambitie en de visie om met zijn kunst iets naar buiten te brengen. En eigenlijk met een hele eenvoudige taal om daar een verhaal mee te vertellen en daar avontuurlijk mee te blijven omgaan. Dus wat hij doet is eigenlijk een heel grote soort van viltstift maken, letterlijk een vilt waar hij verf in aanbrengt. En dan met een manuele beweging brengt hij die vormen aan. Hij doet gewoon zo. Ja, maar dan heel geconcentreerd en heel rustig uiteraard. Ik heb hem 1 keer bezig gezien met een machine. Dat die machine had en daarmee verft. En technologie meets kunst meets ambacht. Ja, dus dat is het mooie ervan. Hij komt eigenlijk uit een graffiti scene. Jij houdt wel van wat wildere mensen, hè?
We hebben vloekende, drinkende, rokende, heftige, hersenverlammende technologie mensen. Is dat omdat je zelf ook zo bent of omdat je dat juist niet Misschien bent? Omdat ik dat net niet ben en omdat binnen die geconcentreerde of gecontroleerde omgeving van het museum dat heel mooi is om dat net naar binnen te brengen. Wat ook leuk om te vertellen is dat ons Nederlands Koningshuis een werk van hem heeft aangekocht, eigenlijk een vergelijkbaar werk. En dat het al meermaals getoond is op social media, omdat het koningspaar met de hele familie vaak voor dat ene werk dan gaat zitten. En is dat eigenlijk ook een beetje jullie taak als Noord-Brabants Museum, dat je eigenlijk talent ontdekt in Brabant? Absoluut. Ik denk dat een combinatie is van beiden. Dat we zowel gevestigde waarden willen tonen, maar ook jonge kunstenaars willen ontdekken en die voor de eerste keer in het Noord-Brabants Museum laten zien. En eigenlijk te helpen om die stap te zetten internationaal. Zeg je nu dat eigenlijk een beetje door jullie Thomas zijn werk gekocht is het Koningshuis? Eigenlijk wel. Ja, hè? Ja. Nee, maar het is goed voor de Brabants kunstenaars die aan het kijken zijn. Als je ooit door de koning wil gekocht worden, bel Hans. En dan hebben we dit werk hier nog staan. Het staat al de hele tijd te koekeloeren. Midden ons, waar kijken we naar? Een werk van wie? Eigenlijk een werk van Mark Manders. Is denk ik wel de Nederlands bekendste, meest gevierde, meest geëxposeerde hedendaagse kunstenaar op dit moment. Hij heeft onder andere in Kassel en op de Biennale van Venetië geëxposeerd. Juist een heel bescheiden iemand. Inderdaad, maar dan met zijn kunst eigenlijk heel groot. En wat heel bijzonder is aan dit werk, is dat het eigenlijk helemaal niet is wat het lijkt. Het lijkt gemaakt in terracotta, in aardewerk. Dat zie je aan de klei en de manier waarop het aangebracht is. Maar eigenlijk is het brons, dus als je erop slaat, het is echt metaal. Wow. Dus het is... Nee, je denkt alleen maar het is super breekbaar, je mag hier niet aankomen door een stukje afbreken en het is gewoon brons. Fantastisch. Zeg, hij wordt zo enthousiast van al die werken. Heb je dat bij alle werken of is dat nu toevallig degene die je zelf gekozen hebt? Ja, gelukkig krijg je dat wel bij de meeste van de kunstwerken en ook van de Brabantse kunstenaars. Vandaar dat ik er zo graag mee aan de slag ga, hem bezoek en tentoonstellingen meemaak. En deze werken komen dan wel of niet in de nieuwe opstelling? Vertel eens, wat moeten mensen bedenken bij die nieuwe opstelling? Wat wordt dat? Nou ja, het wordt een heel opgefriste ruimte. Hè? Dat is eigenlijk de zaal waar nu ook de hedendaagse kunst te zien was. En de meeste van de werken komen daar te hangen, behalve dan het werk van Pieter Stoop, die we voor hele speciale evenementen gereserveerd Dit hebben. Dit gaat alleen maar hangen als hij zelf komt. Absoluut. Pieter, waar ben je? Voilà, helder, helder. Dus want naast de vaste collectie, die voornamelijk uit Brabantse kunstenaars bestaat, hebben we natuurlijk een tentoonstelling met internationale namen. En ook daar willen we op de verrassing spelen. En zo hebben we volgend jaar een heel mooie tentoonstelling. Het werk van de Franse kunstenaar Eva Jospin, die hele mooie, grote, ruimtevullende sculpturen maakt in karton. Bossen, grotto's, hele fantasierijke sculpturen. En daar kijk ik heel erg naar uit. Ja, jongen, ik ga er zijn. Volgend jaar ga ik in de kartongrot en de kartonbos zitten. Nou, fijn. Toch? En dan gaan we het erover hebben samen. Ja. Het zal wel zijn. Zeker. Zeg, want het wordt dus fantastisch, daar hoor ik van jou. Hè? Dus jullie geven gewoon volle gas, extra energie. Mensen verrassen, hoor ik. Dus voor de bezoekers, je gaat verrast worden. Ze weten nu al een paar dingen, maar er komt nog veel meer. Ja. Kun je mij nog iets laten zien? Een werk dat niet in deze ruimte staat? Misschien weer wat frisse lucht of zo? Ja, nou dan neem ik je graag mee naar een werk van Henk Vis op het Voorplein. Oké, dan gaan we. Kom Hans. Zo, wat is dit? Nou Lucas, nu zijn we beland bij het werk van Henk Vis. Ja? Net aangekondigd, One Word Leads to Another. Heel mooi beeld van Henk. Ja? Wat vind je ervan? Mooi, stoer, beetje bizar. Kijk, je ziet een persoon die enorme buikspier moet hebben, want die zit zo en die heeft geen armen. Dus dat moet je maar kunnen. Die ziet er een beetje treurig uit, kijkt naar een schip op het been. Schip vaart weg, is een oude tweemaster, dus misschien zit er nog een ex-geliefde op. Aangezien dat meestal mannen waren op schepen, zal het waarschijnlijk een homoseksuele relatie zijn. Wat dus in die tijd best wel een heel ding was. Dus waarschijnlijk is hij helemaal teleurgesteld over genderperspectief van de 17e eeuw. Ik weet het niet, waar gaat het over? Nou, precies wat je zegt, denk ik. Kan net zo goed een interpretatie zijn van Henk. Ja, Henk is een heel avontuurlijke geest, dus hij laat eigenlijk de bezoeker vrij om het werk te interpreteren. Want wat zegt het wel? Waar gaat het wel over dan? Ja, daar spreekt Henk Vis zich nooit helemaal over uit. Dus in dat opzicht kan jouw interpretatie van dit werk net zo goed een interpretatie zijn als hetgeen hij bedoeld had. Het idee is, hij maakt het vanuit zijn buik en je moet zelf maar kijken wat je wil. Ja, en het mooie bij Henk Vis is dat hij de toeschouwer steeds op een verkeerd been wil zetten. Een mooie anekdote daarbij is dat Henk afgelopen maanden het gesprek met de bezoekers aanging. Er stond een beeld van een konijn en de titel van het werk is Ik ben getrouwd met een aap, wat heel verwarrend is. Ja. En bezoekers reageerden daarop en gingen daar heel vreemd naar kijken. En Henk Vis liep erop af en ging het gesprek aan met de bezoekers. Wel de man en de kunstenaar Henk Vis eigenlijk heel mooi typeert. Mensen laten dromen, mensen laten fantaseren. Ja, de hedendaagse Brabantse kunst. Echt, ik vind het fantastisch. Dankjewel voor de rondleiding.
He, eindigt met een van de grootste natuurlijk. Succes nog met de nieuwe tentoonstelling weer. Ik vond het super dat u weer mee was. Ik zie u graag terug. En als u zegt ik wil nog andere tours zien, dan kan dat op de website van het Noord-Brabants Museum. Toch? Zeker. Voilà.